Ik sta hier op het Lange Voorhout, nummer 7. Een monumentaal pand. En waarom sta ik hier? Dat is omdat in maart 2022 is er afgesproken dat hier de inspectie Justitie en Veiligheid wordt geïnstalleerd. Dat was zo omdat zij in opspraak waren geraakt naar aanleiding van 7 klokluiders van de inspectie JNV. En die zeiden dat er sprake was van sturing op rapporten. Dus er werd gerotzooid met de rapporten van JNV. Nou, en toen heb Grapperhuis, die kreeg de opdracht van, joh, zet de inspectie nou in een ander gebouw. Zodat ze echt onafhankelijk zijn voortaan. Nou ja, dat zijn ze helemaal niet. Dat zijn ze in mijn geval ook niet. In het geval van het Scheveningse gevangenisziekenhuis. En nu nog steeds niet. Maar wat wil nou geval? Volgens de berichten zou de inspectie al in dit gebouw zitten. Maar het is nog gewoon leeg. Hè? Hoe verrassend weer. Ze zitten er niet. Dus ze zitten nog steeds bij Weerwind en Jesselgus in het pand. Ik ga maar even kijken. Nummer 7. Dat is natuurlijk weer voor een kapitaal verbouwd. En er zit nog geen hond. Dus ja. Rutete. Papa, wat een misère. Als Marco staat te blerren. Er is nog helemaal niemand hier. Dus ja. Zie je dat? Dus Henk Corvinus, inspecteur-generaal Henk Corvinus, die ook aangifte tegen mij heeft gedaan, waardoor ik in de gevangenis belandde, die zit nog lekker in de Turfmarkttoren, lekker broodjes eten op de 36e etage. En zijn kantoor zit op de 35e etage. En daar zitten Jeroen Dijsselbloem en Tom de Graaf de toestand van Nederland te bespreken. Waar zijn we toch in verzeild geraakt met deze mensen? Herman Kuiphoff zou zeggen, zijn we er toch ingetuind? Je moet ze niet geloven.